Hey, hallo, Corinne hier. Ik heb op het Studio Light blog een blogpost geplaatst met de nieuwe Denim Saturdays line. En daar heb ik op een andere manier gebruik gemaakt van de mallen die erbij horen. Ik heb dus de nieuwe basismal, die dus aan de ene kant deze rand heeft en de andere kant eigenlijk gewoon recht is. Die heb ik op een speciale manier uitgestanst, zodat je hem aan twee kanten die mooie rand krijgt. Dit leg ik op het blog uit van Studio Light. Dat kun je zien hoe je je platen moet wegleggen. En zo kan je ook zien hoe het dan allemaal moet. De middenstukjes, dus de twee opvolgende mallen, heb ik ook op dezelfde manier gedaan, zodat je toch aan allebei de kanten die leuke kartelrandjes krijgt. Nou, ik vond het leuk om hier eigenlijk een beetje meer een huwelijksmoodboard soort van kaartje, boekje van te maken. Dus ik heb eigenlijk heel veel met hartjes en love teksten erin verwerkt. Nou, het papier is natuurlijk ook van de Denim Saturdays line. En nou ja, hier zitten dus het plaatje. Dat is eigenlijk een ronde. Daar heb ik het hart van de leren dies voor gebruikt. Om daar het hart. Of dit was een rechthoekig plaatje, sorry. En ik wilde daar een hartvorm van maken. Dus ik heb hem met het hartje uitgestanst. En ik heb het hart ook nog een keer op kraft uitgetekend. Zodat hij net een groter randje heeft. Nou, hier heb ik de hele leuke randmal voor gebruikt. Kleine elementjes die komen uit het stansblok van de Denim Saturdays. Deze was dus het rondje. Het ronde plaatje. Ook dat heb ik met het hartje uitgestanst. Gaatje erin gemaakt met een pons. Made with love. Alleen ik heb love daarvoor gebruikt. Is heel slecht te zien misschien. Het is heel licht. Maar ik heb alles gewoon geprobeerd om een beetje in dezelfde tinten. Dat vond ik het mooiste. Nou, het broekzakje, dat hebben jullie in een andere film van mij al gezien. Hoe je die kunt maken. Weer wat kleine elementjes. Uit de doosjes en uit het blok. Deze kleine elementjes komen uit het blok. Ik vond het wel leuk. Dit is net zo'n soort planbordje. Je kan hier gewoon echt, als je dit niet vastplakt, ik heb deze alleen maar langs de randen vastgeplakt, dan kan je hier gewoon van alles tussen stoppen. Dat is toch hartstikke leuk. Hoppakee. Maar ik heb die kleine dingetjes wel vastgeplakt, alleen maar op een klein hoekje. Kijk, want hier zitten ze gewoon los. Wat kleine koperen hoekjes erlangs. Nou, dan draaien we hem om. Ook dit frame zit in het doosje met elementjes. Dit kleine labeltje komt weer uit het blok. Nou, en hier, dit papier is gewoon zo geweldig mooi. Hoef je eigenlijk verder niks aan te doen. Het enige wat ik er nog op gedaan heb, is een heel klein tekstje. And they lived happily ever after. Voor een lang en gelukkig huwelijk. Wensen we toch iedereen toe. Nou, dit was mijn boekje. Dit is misschien nog een leuk detail. Je kunt hem vastplakken, maar dan gaat hij over een hele breedte. Dus dan kan je hem niet zo lekker heen en weer gooien. Nou heb ik hem ook wel erg dik gemaakt, dus hij kan ook al niet meer in een platte envelop verzonden worden. Ik heb hem gewoon vastgenaaid met naaimachine. Kijk, zie je? Daar zie je de restanten er nog van. Gaat perfect. Geeft ook een heel leuk effect, vind ik. Nou, mochten jullie hem gaan maken, dan zie ik hem weer wel verschijnen op de diverse pagina's. Ik vond hem erg leuk om te maken. Ik wens jullie er heel veel plezier mee, mochten jullie hem gaan maken. En anders, bedankt voor het kijken. Groetjes en tot de volgende film. Doei doei!